Ark allemaal! Welkom bij een gloednieuwe aflevering hier van, nou niet van Ark, maar van Minecraft, van PlanetCraft. Gratis spelen op play.designgames.nl. Doe dat dus eventjes lekker. Vandaag iets speciaals. Ik heb een event gemist. Het is nu 9 uur 's avonds. Om 7 uur 's avonds was hier iets heel speciaals. En met hier bedoel ik dit. Dit zit letterlijk op de PlanetCraft server. Het heet Tortuga. Dat is natuurlijk van Pirates of the Caribbean. Een pirateneiland. We gaan daarheen. Er is daar ergens een event momenteel. Of dat was er eigenlijk. En ik ga kijken of ik nog aan de bak kan. Want het blijkt dus dat je bij een piratenbende kan horen. Even tabben. Ja, daar zit hij ook. Black Sailor TQQN. Toon, zie je hem daar zitten? Daar wil ik bij horen. Ik wil ook een piraat worden, want ik heb begrepen dat zij grote plannen hebben. Al deze events zullen ook met elkaar te maken hebben. Dus niet alleen maar, hé, je kan snel credits winnen of hé, je kan dit winnen. Treden, PvP-toernooien, speurtochten, meteorieten die instorten. Alles heeft met elkaar te maken en probeer daarom ook alle events te gaan voltooien. Oh, lekker bootje. We gaan het sowieso verkennen. Dit Nederlandse schip, daar moet iets zitten. Dat eiland is ook super verdacht. Een heel dorp. We gaan in ieder geval even hier aan land en we gaan kijken of ik nog aan de bak kom. Hij is nog online, dat is fijn. Huppakee. En trouwens hiervoor, want ik heb begrepen dus dat het een PvP dingetje is. Niet om elkaar dood te maken, maar iets om ergens van af te slaan of zo. Ja, daar, ik zie dat parcourtje al. Ik heb kleding daarvoor, omdat ik niet dood wil gaan in de opname. En ik mocht een knockback 1 zwaard meenemen. Maar dat zeiden ze een uur geleden, dus ik weet echt niet of ik al in de bak kom, eerlijk gezegd, hier. Dus deze kleding die is na de opname gewoon weer weg. Dat is niet mijn vaste setje. Ik zie helemaal niemand. Er staat... Hallo? Ik heb niks voorbereid. Ik heb een zwaard. Ik ben dus David, koning van Alaska. Hij heeft wel een vol zwart... Hij heet ook echt gewoon Black Sailor. Hij heeft een vol zwart pakje aan. Ik had begrepen dat ik hier iets kon winnen. Winnen. Weet ik niet. Is dit niet die gozer van OKD? Ga ik niet keihard gerekt worden? Wat moet ik doen? Ik weet echt niet, moet ik hem aanvallen? Moet ik hem nu aanvallen? Ik weet niet. Dat zou niet goed komen waarschijnlijk. Oké, goed. Muis goed. Toetsenbord goed. Ik heb geen idee wat er gaat doen. Ik ga er gewoon op staan. Fuck it. Ja, flip! Vechten. Oh. Ik heb niet echt een goed zwaardje. Ik heb een houten zwaard. Ik hoop niet dat ik dood ga. Die dude heeft gewoon een dikke saber, maat. Doe even fucking normaal. Moet ik tegen hem vechten nu al? Dat maakt niet zoveel uit. Oké. Vandaar die protection die ik dus mee mocht nemen. Als je mij 3 keer eraf slaat, dan zullen we even een gesprekje houden. Wat nu? Moet ik hem hier nu afslaan? Dat is vet makkelijk. 1 sprint en ik ga. Zal ik het proberen? Oh, ik kan dat winnen doen! Ah! Oké, hij gaat daar staan. Oh, zo. Oké. Gaan we... Ik ga via deze kant, denk ik. Of via die kant. Ik ga niet door het midden. Hell no. Oh, het is spannend dit! Moet ik iets doen? Moet ik iets doen? Oh, hij telt af. Oh, oké. Okay. Probeer elkaar eraf te slaan. Dit zijn wel echt... zo. 3, 2, 1. En... Ja! Oké, go. Come on. Motherfucker. Ja, blijf staan. Sla. Ik ging bijna. Oh. Kom op, hij slaat sneller als dat ik sla. Hoe kan dat? Hoe kan die vent sneller slaan? Ah, nee! Oké, dat was 1. Oh, hartslag gaat tekeer. Oké, ik moet een tactiek hebben. Ik denk dat ik hem deze keer scheef ga proberen. Oké. Nog 2 te gaan. Hij heeft al 1 keer gewonnen. Tel maar af. Trouwens, mijn zwaard is bijna kapot. 3,
2, 1. Ik laat hem komen, 100%. Oh! Shit! Verloren. Ah! Hoe kan die dude zo goed zijn, man? Hoe kunnen mensen hier goed in zijn? Heb ik ook een troostprijs? Het is best of three, toch? Of neem ik aan? Och, wat zei die? Als je mij 3 keer eraf slaat, zullen we een gesprekje houden. Heb ik een troostprijs? Die doet dus goed. Oké. Waar ging het over precies? Wat kon ik winnen? Ik ben heel benieuwd. Kreeg ik een of ander piratenpakje of zo? Of mag ik een Black Sailor worden als ik hier begrijp? Dan ga ik oefenen. Echt wel, keihard. Plaats. Die dude is echt fucking goed, maat. Of is het 1.13 waar ik gewoon in zuig? Of zuig ik gewoon überhaupt 20.000 knopen? Wat is het? Een plaats. Moet ik weg? Oh, en daarin faal ik inderdaad. Oké, bedankt en succes met zoeken. Ark. Oké. Dan gaan we... Ark? Oh, dat vindt hij niet leuk. Ga ik er gauw vandoor. Hij staat daar. Kan ik die sprong maar... Kan ik alsjeblieft gewoon die sprong even maken? Doe het gewoon lekker zo. Terug naar mijn bootje. Want dit gaat... Even kijken of hij mij nog ziet. Kunnen we op die boot komen zonder dat... Kunnen we op die boot komen? Verlaat Tortuga. Ja, we gaan. Ja. Oh, trouwens, ik heb die boot gewoon hier. Oké, we gaan eerst even kijken of we hier omheen kunnen. Is er ergens... Kan ik daarop? Wacht even. Kan ik een bootje plaatsen en dan erop? Of we hem nog zien. Oh. De piraat is weer verdwenen, jongens. Probleem. Is hij echt weg? Oké, ik denk echt dat hij weg is. We moeten overboord. Als hij weg is, dan weet ik niet. Misschien zit hij wel binnen of zo. Ik wil niet de boze piraat, die overduidelijk beter is in PvP'er dan mij, tegenkomen. We kunnen nog even een poging wagen op zich. We kunnen even snel er doorheen varen. Of we hem zien. Oh, hij zit daar nog. Oké, misschien kunnen we... We gaan hier gewoon naar land. Dit is allemaal niet gescript, jongens. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee wat ik doe. Hoppakee, oké. En shiften. Zwaard erbij, voor het geval dat hij aanvalt. You never know, right? Oké, waar zit die vent? Ik wil zo'n dingetje in. Ik wil... Even kunnen over de daken heen op zich. Redden we dat? Oké. Shift! Mijn shift is kapot. Dit is niet prettig. Waar is die vent? Hij loopt hier gewoon rondjes op een of andere manier dus. Die sprong ga ik niet kunnen maken, zo wel. Kunnen we ergens naar binnen? Dat is de vraag. Ik zag nog wel die... Kan ik daar achterlangs? Ik zag nog wel die enorme... Auw. Wat zat hieronder? Dit is niet met hem afgesproken. Hij zit gewoon door te roleplayen, die vent. Wat een beest. Beter dat hij niet bij mij een grot aan het vissen is. Want ik zag een grot waar ik in kon. Oh god. Oké, die vent gaat vissen. Waar is mijn bootje? Die zit aan de andere kant. Fuck. Oké, hier kunnen we nog even kijken.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik wil hun loot hebben. Ik denk dat iedereen dat wel zou willen, eerlijk gezegd. Oké, piraten hebben altijd geheime ingangen. Dan weet je dat even. Als ik daarin ga, kom ik er waarschijnlijk nooit meer uit. Dus dat gaan we zeker niet doen. Denk ik. Nou. Oh. Huh. Oké. Okay. Oh, dat... awkward. ja, dan kom ik er inderdaad niet meer uit. Wacht, zo. Nee, ook niet. Ah. Fucking piraten, jongen. Fucking piraat. En hier is het zeker te diep. Ja, is veel te diep. Zoek. Zijn er dingen helemaal, is helemaal niks te vinden, man. Oh. Oeh. Oh. Er zit gewoon helemaal niks. Dat is gewoon awkward. Hey. Ark Black Sailors. Wij varen over 2 weken richting de X. Wat is de X? Atlantis zal gevonden worden en hun schatten de onze. Recruteert 12 scheepsmaten. We verwachten hevige weerstand. Van wie is dit boekje? Dus is een bericht die een andere piraat gestuurd heeft of zo, denk ik. Die vent is nog steeds aan het vissen, jongen. Die vent is hartstikke gek. Mijn boot ligt aan de andere kant. Ik zag een bootje, zag ik bij die grote boot liggen. Nou. Ik denk dat we gewoon daar even heen gaan. Kom, zwemmen, jong. Zwemmen. Ja, zwemmen. Sneller. Waar is die boot? Hier is die boot. Oké. Aan de kant, inktvis. Je stinkbeest. We peren hem. Tot ziens, Black... De Black Sailors was het volgens mij. Met het zoeken. Ik ben blijkbaar geen goede piraat. Maar als jullie wel goed zijn, zou ik Tortuga... Waar zit het trouwens? F3. Eurasië. 600 bij 8050. Weet u dat? Hou die groep in de gaten. Want zij gaan dus blijkbaar Atlantis proberen te overvallen. Of te ontdekken. Dit wordt een dikke vette oorlog. En ik ben daar echt niet goed genoeg voor. Geen af. Ze zoeken 12 man. En ze weten de X op een kaart of zo. Wees dus Atlantis al te vinden. Ik denk dat dit iets voor jullie is. Voor de spelers, voor de kijkers die nou zitten te kijken. Die denken, oké. Okay, ik ga Atlantis met de piraten vinden en ik word een Black Sailor. Zou je dan ook letterlijk gewoon zo'n prefix kunnen krijgen? Zoals wat die TQQN heeft? Dat is wel even vetter als oud, nep, PL, IS of I. Toch? Dacht ik. Letterlijk, we hebben een land wat IS heet. IS. Goed, genoeg info. Ik ga weer terugvaren. Genoeg te doen natuurlijk op mijn eilandje. En voor de mensen, voor zij die zich waardig voelen en waardig gevonden zullen worden, die gewogen worden op Tortuga, wens ik jullie sterkte bij Atlantis. Ik peer hem. Ik ben niet goed genoeg. Bedankt voor het kijken. Vergeet even te liken, te abonneren op David 2. En dan zie ik jullie graag bij een gloednieuwe Piratencraft video. Planetcraft. Later!